Vandaag krijgen we een interland te zien. Het commentaar daarbij wordt geleverd door Jordi Mulder hier naast mij en mijzelf, Evert ten Apel. Het thuisspelende team gaat in deze opstelling van start. Ze verschijnen vandaag in een klassieke 4-4-2 opstelling aan de start, waarbij de twee spitsen voor de doelpunten zullen moeten zorgen. Met deze formatie stapt de uitploeg het veld op. Ze verschijnen vandaag eveneens in een 4-4-2 opstelling aan de aftrap. En daarbij zullen de twee spitsen voor de doelpunten moeten zorgen. Kandreva is uitgegroeid tot een van de grootste sterren in het huidige voetbal. Wat mogen we van hem verwachten vandaag? Nou, ik denk veel, Evert. Hij is een van de grootste talenten ter wereld. En ik ben ook een enorme fan van zijn spel. Hij kan zo goed voetballen dat er soms schitterend combinatiespel ontstaat tussen hem en zijn ploeggenoten. De lat voorkomt een treffer. Kijk nou, veel te ver naast. Recht op het doel af. Ze mogen een hoekschop nemen. Die actie gaan we nog eens bekijken. Weg met die bal, dacht de doelman, en slaat hem weg. Volgens mij heeft de doelman ambities als veldspeler. Hij is letterlijk en figuurlijk de weg kwijt. Ja, en nu kan hij missen. Tussen de palen.
Mooi doelpunt hoor, maar echt lastig was deze kans niet. En de keeper stond ook niet goed opgesteld. Nee, hij liet zich op het verkeerde been zetten, waardoor de aanvaller vrij makkelijk kon scoren. Ja, dat zal ook niet lekker zitten. Het doelpunt nu vanuit een andere hoek. De eerste bal ligt in het netje. Adam Lucek. Thomas Nijic. En we krijgen een hoekschop. De keeper mag trappen. En deze goal zorgde voor de voorsprong. En hij schiet er vanuit de 16 in een open doel. Rossi. Dat was een ongelukkige overtreding, zullen we maar zeggen. Kan een kaart worden. Rood, dan wordt het wel heel erg moeilijk om weer in de wedstrijd terug te komen. Ja, dat lijkt mij ook erg moeilijk. Die sliding was niet volgens de regels. Sliding, overtreding. Aan zijn sprongkracht, daar lag het niet aan. Hij hing mooi hoog in de lucht, maar hij kon er gewoon niet bij. Ja, die bal was inderdaad net iets te hoog om goed te kunnen koppen. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Hij doet het. Een uitstekende redding van de keeper. Dat was een hard schot hoor. Hij kan kiezen. Nou, ik had toch meer verwacht van die aanval. Ze zijn de bal kwijt. De scheidsrechter fluit. Geel. En niet opnieuw rood gelukkig. Nee, voor hun inderdaad gelukkig. Want... Ja, met meer dan één speler rood van het veld, dat wordt wel erg moeilijk. Hij gleed naar de bal, maar raakte de speler. Een overtreding dus. De scheidsrechter had geen keuze hier. Chiellini. Oh, overtreding. En hij had al geel. Overtreding, hij krijgt geel en hij had al een kaart, die sukkel. Einde wedstrijd.
Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van het doel. Gaat die uithalen? Geen risico hoor, weg met die bal. Daar was hij iets te gretig. Ja, en dan is het buitenspel. Hij wordt ondersteund door zijn medespelers. Kijk nou, de keeper heeft die bal. Schiet. De doelman werpt zich in de baan van die pegel. De scheidsrechter geeft een hoekschop aan. Prima actie van de doelman. De keeper krijgt het benauwd in zijn penaltygebied en zet het op een lopen. Het balbezit wordt overgenomen. Goeie ingreep dus. De Rossi. Ja, en nu? Gestopt, anders zouden ze een tweede van de wedstrijd zijn geweest. Ja, jammer. Die bal gaat over de achterlijn corner. Dit is een moment. Te snel vertrokken en dus afgefloten voor buitenspel. Thomas Nejcic. Doet hij goed. Bonucci. Thomas Nejcic. Hij zit. Wat een moment om gelijk te maken. Zo, het staat weer gelijk. De wedstrijd is nog lang niet gespeeld. Snel gespeeld en prima in de hoek geplaatst. We gaan nog een keertje kijken naar die goal. Graziano Pelle. De Rossi. Bonucci. De bal wordt nu goed rondgespeeld. Over de achterlijn, hoekschop. Eventjes gewacht, maar hij fluit toch voor die overtreding en hij trekt een kaart. Ja, gele kaart. En nu moet die speler toch gaan oppassen. Krijgt zijn vuist erop tussen. En de keeper ziet erbij al aan met die inworp van Italië. Chiellini.
Candreva. Dat wordt weer een ingooi. Thomas Nejit. En neemt de bal mee richting het doel. Die ging hard. Het is een doelpunt. En ze komen op voorsprong. Ja, goed moment om op voorsprong te komen vlak voor rust. Ja, hij neemt die bal geweldig aan. Hij kijkt even en hij plaatst die bal schitterend in de hoek van het doel. De goal vanuit een andere hoek. Graziano Pelle. Candreva. We gaan rusten bij 2-1. Ik ben benieuwd wat de tweede helft voor ons in petto heeft. Deze speler verdient lof voor zijn spel in de eerste helft, Jori. Ja, heel goed, Evert. Het is een fantastische speler. Ja, en natuurlijk door die late goal van hem ziet de wedstrijd er nu totaal anders uit. Ja, wat een klap voor de tegenstanders. We hebben weer afgetrapt voor de tweede helft. Ben benieuwd wat die ons te bieden heeft. Die man heeft al geel en speelt nu toch wel met vuur. Weer een overtreding van hem. Ik ben benieuwd wat de scheids gaat doen. De scheidsrechter trekt een gele kaart en daar had hij er al eentje van. Nogal domme overtreding even. Een overzicht van alle overtredingen die zijn gemaakt. De scheidsrechter geeft een inworp aan. En hij wordt nu aangevallen. Kan hij een medespeler bereiken? De scheidsrechter fluit voor een penalty. Hier komt hij nog eens langs, de goal die ze op voorsprong bracht. Hij schiet een geplaatste bal van afstand, rechts en laag op het doel. Dat is geen goede plek om een vrije trap weg te geven. Scheidsrechter trekt rood. Wat een stomme overtreding. Tja, zeker op die plek, hè? Maar je kunt de wedstrijd hier verliezen. Hij gleed naar de bal, maar raakte de speler. Een overtreding dus. De scheidsrechter had geen keuze hier.
een schot. Dat is een hoekschop. Die voorzet gaat het strafschopgebied in. Nou, het is van belang dat de omschakeling goed is. Wordt dit een doelpunt? En zo raken ze de bal weer kwijt op het middenveld. Geef een voorzet, jongen. En het schot. Die bal gaat er niet in en zo blijft de voorsprong intact. Ja, het verschil is maar één doelpunt. Maar ja, zo'n kans moet het natuurlijk wel op. De coach heeft nu een andere tactiek bedacht. En terecht zou je denken, want zijn ploeg stond achter en dan moet je wat doen. Hij gooit de bal voor het doel. Eens kijken of er iemand tegenaan loopt. Die bal geven ze toch wel heel makkelijk weg, zeg. Recht op het doel af. Prima redding van de keeper natuurlijk. Mooie actie van die verdediger. Wat een inzicht. Hallo, verdediging. Graziano Pelle. Het team dat aan de leiding gaat, komt met een wissel. Zo willen ze het overwicht behouden en hun voorsprong veiligstellen. Slim onderschept door de achterhoede. Die passeert niet zomaar. Zijn voorzet belandt in het strafschop. Graziano Pelle. Ze mogen een hoekschop nemen. De balkon. Doelpunt. Het staat weer gelijk. We zien nog een keer hoe die bal erin gaat. Die corner was goed genomen en hij maakte mooi af met zijn hoofd. Laten we die goal nog maar eens bekijken. En het is wederom gelijk. Wat een wedstrijd. Thomas Nijsiet. Hij speelt zijn mannetje uit en is er dus langs. Thomas Nijsiet. Blijft gevaarlijk. En die voorzet is voor de verdediger.
De keeper heeft de bal vast. Ja, het is een leuke wedstrijd. Het gaat alle kanten op. En door de redding blijft het gelijk. Dat is buitenspel. Er komt een vervanger aan. Rositski. Scherp verdedigd. Met zulke acties kun je een wedstrijd beslissen. En ja hoor, de voorzet wordt gekraakt. En we krijgen een hoekschop. De goal waarmee ze de stand gelijk trokken. Hij kopt de bal vanuit de 16 hoog door het midden van de goal. Een overzicht van de hoekschoppen. Montolivo. Nou, wat gaat de scheidsrechter daaraan doen? Dat is geel. Die tackle was niet helemaal volgens de regels. De scheidsrechter fluit voor een overtreding. Overtreding gezien door de scheids. Er wordt vervangend personeel ingebracht. De wedstrijd begon zo aardig, maar zit nu volledig op slot. Misschien durft een van de ploegen toch nog een beetje risico te nemen. Anders dan kunnen we gelijkspel in het boekje schrijven. Ja, hij was de ploeg weg. Vlag omhoog voor buitenspel. We krijgen een wissel. Mogelijk een goede kans hier. Mogelijkheden hier voor Italië met de inworp. Tijd voor een wissel.
Montolivo. Wordt dit wat? Prima actie van de doelman. De wedstrijd is bijna voorbij. Nog maar 5 minuten op de klok. Luca Antonelli. Nou, dat was een uitstekende beslissing van de keeper hoor, om eruit te komen. Hij voorkomt zo een doelpunt. Ja, maar dit is gewoon een hele goede keeper even. Het zag er even heel gevaarlijk uit, maar ja, de keeper redt die bal. Ja, en nu? De tijd zit er bijna op en de eindstand ziet er nu heel anders uit. Blijft het ook zo, vraag ik me af. Het is toch niet te geloven. Vlak voor het einde pakken ze zeker de winst. Wat een verrassende wending. Ja, dat zagen we zelfs bij niet aankomen. Even. We gaan nog eens kijken naar het doelpunt. Dit moet natuurlijk wel de beslissing zijn. Er is gewoon geen tijd meer. Ik denk dat een verlenging nu van de baan is. Dit doelpunt zal de wedstrijd wel beslissen. Nee, ik denk ook dat er niet nog een doelpunt zal vallen. En dan hebben we gelukkig geen verlenging. Marquisio. De bal is voor de keeper. En ze winnen de bal terug op het middenveld. Ja, dit gaat goed. Bal blijft in het spel. Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? Nou, dat was te voorbarig. De aanval is alweer afgeslagen. Met de tegenstanders nu in balbezit. Van het duel. Het is al eerder vertoond dat de ploeg die met minder spelers moet spelen, de wedstrijd uiteindelijk toch weet te winnen. Hoe kan dat nou toch eigenlijk, Jury? Ja, eigenlijk moet het niet mogelijk zijn, Evert. Maar ja, je denkt, ach, we hebben een mannetje meer en dan gaat het wel wat makkelijker. Iedereen gaat een beetje de boel onderschatten. Nou, hij heeft geen slechte wedstrijd gespeeld, Jury. Wat vind jij? Dat winnende doelpunt zo laat in de wedstrijd, die staat morgen op de voorpagina van de kranten, Evert. Wat een geweldige manier om de wedstrijd af te sluiten.